Ja, de Jan en hou je weg! We zijn zeg maar beland voor een weiland. Hey, ik zie de Starbucks! Hey! Ah. Wie bestelt er ook zoveel? Zoveel? Gadver. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar de eerste aflevering van Zomer in Nederland. Want jongens, als ik heel eerlijk ben, vind ik dit jaar dus een beetje een rare zomer. Want we hebben fucking slechte zomerdagen gehad, vind ik zelf. Dus ik dacht, ik ga gewoon samen met jullie uittesten wat er in Nederland allemaal te doen is. Dus vandaag, ik zag dus op TikTok dat een Starbucks drive is geopend. En toevallig houden we wel van de Starbucks. Nou, en hij is dus best wel recent geopend. Ja. Dus daar gaan we heen. En ik heb al een beetje gekeken op het menu, want eigenlijk nemen wij altijd wel een beetje hetzelfde. Ja, echt altijd. Ik neem ook die frappuccino. Zo karamel of ijslatte karamel neem ik ook vaak. Maar we hebben dus een matcha en zo willen we gaan nemen. Ik heb geen idee of dat lekker is. Iemand zei dat het glas smaakt. Iets met dus groen of zo. Ja. Joejoe. Ja, oké, zetten we de airco aan. We gaan naar. Echt, dit hebben we echt lang geleden gedaan. Ja. Ik moet altijd denken aan die. Lang geleden, broertje. Five Guys. Weet je dat nog? Dat was ook zo lekker. Oprecht vaak. Nee. Toen gingen we naar Rotterdam. Was dat de laatste keer? Of die taco's was de laatste keer? Oh ja. Dat is misschien wel bijna een jaar geleden. Nee, weet je wat de laatste keer was? Die vegan junkfood bar. Oh ja, die was dat ook was leuk. Dat was ook leuk. Met die gekke burger, weet je wel, die roze burger. Ja, die was geweldig. Dit is echt één grote grap. Leuk. Nou, mooi is dat dit, jongens. Bro, waar moet ik heen? Oh, bro, recht nog maar. Ze oh, ze bent van die Spaanse muziek. Ik denk ons op de tweede afslag. Ik ga dat was echt door elkaar getaaid. Dit is bijna eng. Ik weet dan alleen nooit welke leuk is. Ik zie dan altijd die titels staan en denk ik ja. 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 Als het je mij lekt. Ja. Oh, deze is ook wel leuk. Oh, doe ik flits mij staan. Ik heb al een boete, prima. Maar ik heb de eerste boete ooit, jongens. Yes! Het was helemaal niet terecht. Je reed toch ergens helemaal niet mocht? Ja, ik reed dus blijkbaar op een weg waar ik niet in mocht. Ja. Maar dat stond wel op een bord. Ja, blijkbaar. En toen hebben ze een soort van me geflitst of zo met de camera. Geen idee. €120 voor saus. Rechtdoor. Nee, dat is ook raar. Normaal ga je tot links doen. Ah, oranje. Oh, dat was uiteindelijk echt dik rood, ouwe. Ken ik niet. Nieuwe dag begint de stijl om weer te gaan. Neem op de rotonde. Leef nu, kan Rabianen, hou je weg. Wees paraat, laat zien dat je bestaat. Oh, we kennen het. Hou van het leven houdt van jou. Dat is net een dom, toch? Ik zeg, we hoeven niet meer zo lang, toch? Ze kijkt zo ons terug. Ze kijkt niet naar de dom. Ik bedoel, van kijk dan even op de dom. Oh, hier moet je rechtdoor. Waar moet ik heen nou? Ja, goed. Dat lijkt me zo eng motorrijden. Ja, dat is oh ook zo mijn gevaarlijk. God. Ik zou dat echt niet durven. Een beetje verloren. Wij zijn misschien een beetje verloren. Ja, deze strijd is niet in één keer gewonnen. Dus hou me vast. Laat me niet los, mijn schat. Wat is nou het plan met wat we gaan bestellen? Nou, ik heb dus gezien dat je dus sandwiches hebt bij de Starbucks. Maar ik dacht dus, ik dacht dus eerst. Oh, dat zijn echt zo lekkere. Ik had een beetje Joe in the Juice vibes. Maar dat, volgens mij is dat gewoon letterlijk uit zo'n verpakking. Ja, volgens mij heb ik het wel eens een keer gegeten. Dat is niet echt niet heel lekker hoor. Ik dacht wel, heb je dat ooit gegeten? Een cinnamon roll? Rose and roll. Sorry. Maar het is wel gewoon allemaal uit de verpakking, ja. Nou ja, we kunnen dat wel proberen. Nou ja, dat ligt er gewoon toch vaak. Ja. Zo'n cake is ook heel lekker. Cookies en cream cake of cheesecake hadden ze. Oh, geen carrot cake. Volgens mij niet. En koffie, zo matcha dus. Ja. Oh, dat dacht ik ook nog. Zo misschien lekker white chocolate chip frappuccino. Cream. Ja, die gaan we ook doen. En cookies en cream frappuccino hebben ze dus ook. Maar dan zou ik daar één van kiezen. Ja. En misschien nog iets. Misschien zo'n lemonade. Oh, lekker. Ze hebben wel zo'n, volgens mij, zo'n soort frambozen lemonade of zo. Ik ben nu zo benieuwd naar die matcha. Ja, en hoe wanneer je er dan doorheen moet rijden? Ja. Zou het toch wat zijn als het er helemaal niet is of zo? Nou, ik heb nog gekeken, ze zijn open. Fuck, ik had ook helemaal niet gezegd waar we heen moesten. Oh, dit gaat echt al 6 keer fout. Hier moeten we eraf, hoor. Zodat we kunnen omkeren. Op zoek naar een meisje.
meisje voor mij. Leeft Jan Smit die bruid nog wel? Zo, daar heb ik lekker lang niet van gehoord. Ja, ik ook. Maakt hij nog wel muziek? Ik zou dat echt niet weten. Denk je niet hoor? Hoe oud is hij? 40 of zo? Niet ouder? Nee. Toen hij dit zong was hij denk 30 of zo, maximaal. Misschien wel jonger. Ja, oké, okay, dus 10 jaar geleden of zo. Nou, het is wel meer misschien hoor. Over lievelingsliedjes gesproken. Ja, ik geef die workshop, workshop. Ja, ik geef die workshop, baby. Ja, ik geef die workshop, baby. Alle tweets in de bed, jump, jump. Big booty, ho, shake these, bum, bum. Ja, ik geef die workshop, baby. We zijn er bijna, jongens! 2 minuten! Hey, ik zie je Starbucks! Hey. We zijn zeg maar beland van Weiland. Ik zie geen Starbucks in meer. Daar! Ik zie een Starbucks daar! Rij gewoon daarheen! Wat? Helemaal niet. Dat helemaal is... wel! Dat rode. Nee, daar! Zie je toch dat groene poppetje? Op die ding zit waarschijnlijk gewoon een Starbucks. Dat is een heel... Daar zit waarschijnlijk ook de Burger King en zo. Ik zie al wat. Ja, we nemen niet van die sandwich. We nemen die cinnamon roll. Ik vind het wel zo'n roll, ja, lekker. En wat wil je dan nog meer qua cake? Wil je die cookies en cream cake of wil je die cheesecake? Cheesecake. Oké, dan nemen we want we nemen het ook cookies en cream drinken. Oh, of dus white chocolate chip drinken. Oh ja, doe dat maar. Dat vind ik interessant. Oké. Okay. En een ijs matcha nemen we natuurlijk. En een lemonade. We zijn er. Spannend. Welkom bij McDonald's, mag ik je bestelling? Sen, staan we niet verkeerd. En doen we niet die chocolate chicken muff? Het is wel lekker dat je hier ook zo snel rond moet. Je hebt ook een tosti met 5 cheese. Mogen wij de chicken and cheddar sandwich? Ja. De cinnamon roll? Ja. Of die cheesecake? Ja, of wil je zo'n andere cake die je daar rechtsboven ziet? Zeg maar snel gewoon. Mag ik de white chocolate chip cream frappuccino? Ja. De chocolatey waffle corn frappuccino? Ja. Iced matcha green? Ja. De pink coconut refresher drink? Ja. En zullen we nog zo'n cake? Een van die losse? Ja. Carrot cake? Ja. Doe maar carrot. Is dat carrot? Ja, en een carrot cake. Anders nog één. Nee, dat was hem. Dan werd die 39,90 euro voor hem afrekenen. Ja. Dank je. Ik doe wel even genoeg jij. Wie bestelt er ook zoveel? Waarschijnlijk zien ze straks ook gewoon dat we met z'n tweeën zijn in die carrot Ik denk dus dat je maar één raam hebt en dat je het hier meteen krijgt. Ja, dat denk ik ook, want je hebt er geen volgende raam. Best logisch. Je hebt ook een Burger King drive, als ze nog honger hebben. Burger. Ja, ze gaan het nu allemaal ook maken, ook denk ik. Nou, dat zijn we voor kerst nog niet klaar. Oh my god, hoe was je? Het ruikt zo lekker. Maar die sandwich ruikt ook gewoon lekker. Het is niet wat ik dacht al. Het kan toch niet zijn dat dit gewoon een... Koud is er zo. Niet zo hard rijden, bro. Kijk hoe ik erbij zit. Oké. Bro. Als die... Ja, als die dingen vallen. Oké. Ik ben benieuwd naar die sandwich, jongens. Oeh, lekker. Zullen we die als eerst nemen? Zullen we ook eerst een slokje van die matcha? Ah, scarlet. Hé, hey, ik wil echt proeven hoe die matcha proeft. Oké. Okay, jongens, dit is dus de matcha, de groene ding. Dit is dus ook volgens mij helemaal hype, want iedereen drinkt dit. We gaan kijken of de hype meedoet. Dit is dus de ene. Gadver. Welke? Is dit matcha? Oh, dit matcha. Is zo vies. Maar dit is echt niet normaal vies. Nee, dat meen je niet. Dit meen je gewoon niet. Ik heb gewoon letterlijk kippenvel. Hoe kunnen mensen dit lekker vinden? Mensen... Ik heb helemaal de shit. Matcha dit, ja. Matcha dat. Ik heb gewoon letterlijk kippenvel. Het smaakt naar gras. Keppers, ouwe. Dit is zo vies. Het is gewoon echt gewoon kotsen. Zo goor. Hier heb ik denk echt 6 euro voor betaald. Oh, wat erg! Maar het ziet er wel op zich gewoon leuk uit of zo. Godver, dit is ook echt fucking vies. Sen, waarom drink ik dit dan? Nou, die frappuccino's zijn sowieso lekker. Hè? Chicken. Chicken and cheddar sandwich. Die white chick.
White chocolate. Ik had ook honger. Mag ik ook even proeven? Nou, het is gewoon een broodje. Ik heb hier alleen met cherry, dus ik kan niet veel van doen. Maar dit is beter dan zo'n Albert Heijn zakje wat ik dacht dat we dan zouden krijgen. Oh ja. Welke had je net geproefd? Allebei al. Nee, deze dan. Wat was dit ook weer? Die op het bord stond, of niet? Nee, die white. Oeh. White. Ja, lekker hè? White chocolate of zo. Ja, heel lekker. Ik ga nu deze proberen. Deze stond dus op het scherm. Ik denk dat ze altijd ook elke week volgens mij zo'n speciale frappuccino hebben of zo. Oh, deze is ook lekker. Heel erg chocola is deze. Oh, wel heel erg chocola. Ja, hè? Deze is wel chocola. Ja, een beetje chocomelachtig. Ja. Of misschien moet je een beetje roeren of zo. Maar deze is zo lekker. Ja. Oh, het staat er ook op. Oh, white chocolate, matcha saus. Deze is ook lekker, maar heel veel cacao poeder, denk ik. Nou, en de matcha, volgens mij is dat dus heel goed voor je of zo. Ja, volgens mij ook. Volgens mij is het wel heel gezond of zo. Nou, dat verklaart een hoop, want ik snap niet waarom je dit vindt gezond, sorry. Dat is zo goor. En ik vond die andere ook niet lekker, maar dat dacht ik ook al eigenlijk. Zullen we de cinnamon roll proberen? Die ziet er dus echt prachtig uit. Je wordt er gewoon gelukkig van. Nou, ik ben gewoon boos op die matcha mensen. Ik snap het echt niet. Of hebben wij dan gewoon echt een hele rare smaak? Ik snap het ook echt niet. Volgens mij drinkt Monica Geus dat ook altijd. Ja, of hebben we dan iets anders in of zo? Hoe kan je dit lekker vinden? Andere melk of zo. Oh, ik heb zin in deze, jongens. Here we go. Cheers. Lekker. Heerlijk. Echt heerlijk. Wauw. Ja, is wel echt heel lekker. Wauw, is echt heel lekker. Kaneel, vanille. Ik vraag een beetje donut vibes. Heel lekker. Wat is van de drankjes de winnaar bij jou? Oh, sowieso. Die white chocolate. Ja. Die vind ik zo lekker. Terwijl ik dacht, hij ziet er gewoon wit uit met slagroom. En deze cookie dough monster? Ja, die zin in me. Van mijn eigen namen. Die is het beste van het eten, denk ik. Oh, we hebben de carrot cake nog niet geproefd. Sterker nog, ik ben ongesteld. Nou, dit is het beste wat je kan eten. Oh, lekker. Maar. Ja, dat dacht ik wel. Niet het beste wat ik ooit heb gegeten. Oh ja, nee. Nee, hè? Dit is niet. Nee. Het is ook niet cream, maar meer suikerlaagje. Ja, het is een beetje alsof het er ook al 2 dagen ligt. Want even voor de duidelijkheid, jongens. Dit wat we allemaal hebben genomen, hebben we nooit genomen daar bij Starbucks. Nee. We gingen juist even expres dingen doen. Wat je juist nooit neemt. Handhaving. Oeps. Echt? Ja, doe normaal. Ik heb dus altijd als politie of handhaving langs rijd, ga ik helemaal... Let op hoe ik rij ofzo. Hoe je fiets. Of hoe ik fiets. Ja, of als ik op de scooter zit. Ja. Maar dan heb ik gelijk het gevoel alsof ik iets fout doe ofzo. Ja. Dat heb ik altijd. Terwijl als je daar gaat doen, dan ga je vaak juist rare dingen gaan doen. En ik zit nu ook te kijken van, zou je dan even lekker hier het kunnen opeten ofzo? Dat is ook niet helemaal. Nee, kijk. Nogmaals. Maar je gaat natuurlijk wel met de auto, dus dan heb je wel een terrein waar Waar je het lekker op kan eten. Ja, dat wel. Ik zou dit doen als je echt niks te doen hebt, zeg maar. En als je echt zin hebt in de Starbucks, dan is het wel leuk. Met een vriendin. Ja. Beetje... Het is wel echt leuk dat je het uit de... Stel, het is kut weer of zo, lekker in de auto. En die drijfding is inderdaad ook wel leuk, want dan hoef je er niet uit. Ja, het is sowieso fucking leuk om dit een keer te doen. Ik heb misschien nog zo'n broodje eigenlijk. Zullen we nog even? Ik snap je. Ik zit koud op vol. Best is wel om er dan zo'n broodje bij te doen. Brouwtje maar uit te doen. Wat? Sorry. Want anders heb je heel veel zoete dingen en nu heb je nog zoet en zout. Snap je? Nee, maar als je stel, mensen nemen vaak gewoon koffie of zo. Echt koffie. Oh, wat het perfecte deel is: die chocolate, witte chocolate, met dat cakeje van net. Ja, met die cinnamon. Ik zeg je eerlijk. Als je echt even lekker. Toen ben aan iets zoet, toen lekker. Oké. 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 Yo. Back to the business. Oké, dus de eerste vraag
is zeg maar, zouden we dit, zou je dit leuk vinden om te doen in de zomer? Aanraden. Vond je dit nou echt? Ja. Dat je dacht. Weet je wanneer het een goeie is? Heel vaak als ik een kater heb of zo, ga ik met mijn vrienden even een broodje ergens halen. Ja. En dan gaan we ook wel eens gewoon echt een half uur rijden. Voor ons was dit een half uurtje rijden. Ja. Daarvoor is het perfect. Ja. En als je nou lekker zin hebt in zo'n koffie en lekker frappuccino of zo, en dan is het perfect. Ja. Gewoon zin hebt in een beetje een uitje eromheen. Ja. Dan is het perfect. Maar niet van, oh, ik heb zin in een koffie, ik ga heel En ik zou niet, ik zou niet inderdaad, weet ik, voor anderhalf uur rijden om even langs het bedrijf te gaan. Maar het is inderdaad wel een leuk uitje. Je bent er wel van uit. Wat leuk. Starbucks, nou, ik heb nog nooit een drive gezien van de Starbucks. Dus het is ook iets anders dan een Mac drive of zo. Oké, en het, Rita, wat voor cijfer geven we het? Oh, dat vond ik wel een beetje tegenvallen. Het was meer vies dan lekker. Ja. Maar dat komt inderdaad dat we gewoon random dingen hebben gekozen. Dus ja, dat was gewoon eigenlijk. Matcha geef ik echt een 0. Ja, ik zag niet 100. Hoe mensen dat kunnen pruimen. Een heel andere drankje. Hoe heet het nou? Refresha. Rode Refresha drank. Coconut. Ook niet lekker. Ook niet leuk. Vind ik ook echt een 0. Ja. Dat broodje vond ik wel lekker. Maar niet het beste broodje ooit. Maar... Nee, maar ik genoot wel echt. Ik zou een 6,5 of 7 geven. Zoiets. 7 is toch wel best hoog hoor. 6,5, sowieso. Dikke 9. Nee. Die cinnamon roll zou ik echt wel een dikke 9 geven, ouwe. Ja, dat was dat cakeje. Ja, die zo. Dat was de cinnamon roll dus. Ja. Ik dacht dat we dan zo'n wrap kregen. Oh, ik snap het al niet helemaal. Ja. En die carrot cake, geef ik een 3. Ja, het is te eten, lekker. Maar... Beetje plastic. Ja. Dan de white chocolate, die is echt, vind ik echt super lekker. Ik denk misschien wel de lekkerste van de Starbucks, van de drankjes die ik heb gedronken. Nietje, karamel. Ja, vind ik ook lekker, maar ik denk dat ik even, even lekker vind hoor. Dus die geef ik ook wel 9. En dat nieuwe drankje, die smaakt een beetje naar chocomel vibes. Ja, chocomel vibes inderdaad. 2, 3. Zou ik ook niet helemaal opdrinken. Nee, die is ook echt niet lekker. De eerste paar slokken zijn lekker. Ja, en de slagroom is lekker. Oké, jongens, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Heb je nog andere leuke ideeën of zo? Ja. Kun je dit ook nog wel laten weten? Voor de summer. Of als we nog vaker een mukbang moeten doen. Bij ergens anders. Ik vind het niet erg. Ik vind het helemaal niet erg. Let me know. En dan zie ik jullie later. Doei. Adios. Doei.